Nou, de voorspelling van Lembach gaat als volgt. Weer een lijn. Nee. Seks, nee. Iemand hier van seks? Nee. Sorry, nou, alle onderdeel. Lembach, we gaan er een spelling beginnen over de kaarten. Je gaat dood. Oh! Ooit ga je dood, maar je mocht haar boren. Als een vlooi in de witte bloem. Nee, dat is een goede voorspelling. Ja, ja. Maar je wordt volwassenen als vlooi en je kruipt in de boeken. Deze ooievaar eet je op. Je wordt weer opnieuw geboren, maar als vrouw. Als vrouw kom je te wereld. Je laat je lekker vrij, vind wat je wil. Je kan een vrouw zijn, dan wat geef je dan maar toe. Nou, dan krijg je een hond. Een trouwe hond aan een aquarium met vissen. Dit kruis, dat is lekker dat je geen kop gaat geloven. Dat je een eigen vrouw bent, wat je altijd wilt zijn. Dus je gaat met het pad naar Jezus, naar Jeruzalem, lopen dus. Je komt daar je man tegen op het paard. Joop. Maar die heeft je geslagen met een zweep en een hoef. Die heb je laten gaan. Je hebt het schip gepakt en je bent teruggegaan naar waar je vandaan kwam. Weet je waar het is? Je kijkt naar zonsondergang elke avond in de hoop dat je toch een mooie vrouw wordt. Want je bent een flinke vrouw die al tegen vond. Oeh. Heb je nog meer? Oh, als je meer aan meer trekt. Nee, anders wel. Je bent net met rekening nu doet. Daar zijn we. De roe, wat is dit? Wat is dat? Stro, je gaat werken bij stro. Oh, de boer. Ja, beslissing. Ik krijg bloemen weer toegestuurd van iemand. Van weer een man. Een pak van Gucci. Dit is wat je wilt, is het door je stand vastig houden. Die man wil je houden, die geld. Die geeft jou een gouden ring, een envelop elke dag met geld. En een mooi schip. Wat is dat? Nou, je wilt het schip niet meer, maar je wilt een bootje met jou. Dat is gezellig, dat hoor. Nou, je krijgt een huis. Nieuwe sleutels. Bij een boom. Met een tuin. En een ketting met een rafter aan. Wat een tijd. Nou, dit is jouw kasteel. Dit is het kasteel die je dus krijgt. Maar er komt dus een tweede vrouw in je leven. Je wordt lesbisch. Deze slang is een jaloers pieper, want dat is dus deze man, die is jaloers geworden. Wat doet hij dus? Hij eet ratten om dood te gaan. Nou, stel te stel. Deze vos zit elke dag in je tuin. Oh. En dat is gewoon, wacht even, ik ga even luisteren. Wie is het? Wie is het? Nou, ik ga het juist geboren nu. Oh. Ja, het is heel slecht. Maar je wil het huis ook niet meer, dus je gaat naar de bergen. Met de beren. En dan hebben we de klaverblaadje. Je komt een leprekop tegen. Een leprekop van die jou alle drie mensen gevolgd. Je begint van volgende. Ja. Nou, het staat nog in prachtig leven, Manuela. Oh, ja, dat